kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is dinsdag en wat gaan we doen? Trainen. Vanavond is er een beachvolleybal buiten. We weten nog steeds niet hoe het doorgaat, dus we zijn heel benieuwd. Het regent aardig, dus ik twijfel. Lekker rollen. Officieel kapot. Het wordt elke keer zwaarder en zwaarder. Kleine déjà vu, jongens. Dat de trillen op mijn benen. Oh. Hij zei: doe maar een blauw bandje erbij. En voor jullie die weten wat die bandjes inhouden, het bandje lopen wat vorige vlog was, deed ik eigenlijk alleen maar zwart. En daar was ik wel super blij mee. En ja, ik dacht, nou, dat is wel een goeie. Ik zou nog wel even een tijdje met zwart kunnen. Maar nee, ik kreeg een blauwe erbij. Oh, mijn. Oh, jeetje. Ik hoop dat je me ook wel een beetje verstaat door die wind zo. Maar even serieus. Het is heftig, maar ik ga dit gewoon doen. Ik ga dit gewoon echt doen. Het is zwaar, maar ik kan dit gewoon doen, zeg ik tegen mezelf. En ik heb er wel vertrouwen in. Ik hoop ook dat anderen er vertrouwen in hebben dat ik dit gewoon ga fixen. Bam. Want ik, nou ja, oké, ik was er wel van overtuigd dat dit me gewoon echt gaat lukken en dat ik dit echt ga rocken, maar kijk, soms gaat het gewoon even niet. En dan, dan piep ik wel een beetje snel van dat het niet gaat en dat ik er geen zin meer in heb. Maar wie heeft dat niet? En als ik dan nu zo kijk naar wat ik kan en wat ik al doe, ben ik echt wel een beetje trots op mezelf eigenlijk. Ja, dat zeg ik nooit vaak, maar ik ben het echt wel. Hierachter, toch nog aan de beach volleyballen. Ik ben mijn camera ook weer vergeten. Dus lekker op het koude zand aan het beachvolleyballen. Heerlijk. Maar in ieder geval, het regent niet. Het zonnetje is er. Dus dat zijn betere omstandigheden dan de regen van vanochtend. En we hebben vorig jaar ook wel een keer volleybal gedaan. Maar dan binnen en dus buiten. Een stukje anders. Bal is heel anders. Bal is minder zwaar volgens mij. En alles zit onder de zand. Die is beter, Stijn. Jerk, ik verwacht veel van je. Oeh, netjes. Oeh, oh, het is zo koud. Ik heb even mijn fluffy jasje aangedaan. En hierachter zijn ze nu partij aan het spelen. 2 tegen 2. En het is best wel moeilijk nog. Want het veld is natuurlijk best groot voor z'n tweeën. Maar ze doen het wel heel leuk en zijn hartstikke fanatiek. En ik wil ook gewoon meedoen. Maar het super duo Hugo en Josien. Dat bedoelde ik met super duo. Het is helemaal top. Oh. Nou, het zit er weer op. Het was enig. Joost en Wim hebben uiteindelijk gewonnen. Oh, neem eens op mij. Thanks. Nou, het was een leuke volleyballes. Ik ga nu even afsluiten en en dan zie ik jullie morgen of donderdag weer. Oké, okay. Klasse. Hey Tjerk! We hebben... Ik wil niet over je verlies praten hoor. Maar ik wil nog wel weten wie de outfit op de day heeft. Die? De outfit of the day. Wat vind je van ons? De outfit of the day? Oh, dan ga ik nog even. Kijk, Hugie heeft gemaakt. Gewoon geen panty aangedaan. Dus hij is... nee, maar dit is zonder twijfel Shank. Oh, Shank? Zonnebril. Ja, ja, ja. De zonnebril, dat was echt fantastisch. Dat, nog uit! Zij ziet er zeg maar zo uit, waarvan je denkt,
Nee, je zit niet op korfbal. Je hebt beachvolleybal. Je hebt nog op de Olympische Spelen gestaan. Zeg maar. Ja, echt top. Outfit of the day. Outfit of the day overhandigd. Dat jij hem had vandaag. Echt niet gezien. Outfit of the day, vooral het brilletje. Met mijn slinger op de snelle plangen. Juist. Dankjewel. Tjerk? Graag gedaan. Dankjewel. Lekker wachten bij Bergman. Boven 5 minuten een afspraak of zo. En again ben ik mijn camera vergeten. Vandaag zag je beelden van dat ik bij de Bergman Kliniek was. En voor controle, kijken of alles goed was voor buigen strekken. Hun vonden van niet zo goed eigenlijk, maar mijn visio vindt van wel. Maar daarna moest ik even aan de stroomschokjes en zo, wat je ook zag. Dat voelt echt vet raar. Dat voelt echt... Nee, ik kan het niet uitleggen. Het voelt... geen nee. Nu voel mijn benen ook af en toe een beetje raar. Een beetje tinteling of zo. Maar dat heb ik dus vandaag bij de Bergman gedaan. En ook weer gewoon normaal getraind bij de fysio. Niet zo heel veel gedaan. We hebben even rust gaan gedaan. En morgen weer lekker knallen. Yes! Het is weer vrijdag. En ik ga weer sporten. Ik ga weer naar de fysio. Laatst van deze week weer. Eindelijk. En ja. Dat is het eigenlijk een beetje. En dan... het weekend niks, want ze hebben een vrije speelronde, omdat het 5 mei is. Dus wordt vandaag het laatste filmdagje weer vandaag, van deze week. Weer heerlijk zwaar getraind en ik had ook gewoon weer geen tijd om mijn camera te pakken. Ik ben kapot. Deze week was pijnlijk, maar wel zwaar. Heel veel spierpijn gehad aan het begin van de week. Zoals ik al zei, morgen is er dus geen competitiewedstrijd, want het is 5 mei dan. Dus dan leuk dat jullie weer hebben gekeken naar deze nieuwe weekvlog. En ik zie jullie volgende week weer.